We gaan één losse omhoog en ik moet eventjes een extra toertje moest ik erbij verzinnen toen ik bezig was. Want ik wil zometeen weer terug naar het begin. Dus we beginnen hier met deze toer en dan de speciale steek en dan halve stokjes en dan stokjes. En dat wil ik hier weer gaan eindigen. Dus dan heb je een begin, een middelstuk en een eind. En ik wilde dat eind precies hetzelfde hebben als dat we begonnen. Dat lukt net niet helemaal. Ik moet even één toertje extra met halve stokjes eigenwijs. Dus we gaan draaien en we gaan halve stokjes eigenwijs. En dat komt omdat dat spinsteekje wat we zometeen gaan maken, die moet echt aan de voorkant. Dan krijg je dat mooie gedeelte aan de voorkant. Die kan ik niet aan de achterkant maken. Dus vandaar doen we het even op deze manier. We gaan halve stokjes eigenwijs, dus omslag vanaf de eerste steek, onderlangs er onderdoor maken we deze weer. En dit is de verkeerde kant, dus ik moet de blauwe steek markeerder hebben. En dan gaan we halve stokjes eigenwijs. 2, 3, 4 en 5. En 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Die duurde wat langer. 15, 16, 17, 18, 19 en 20. Ook een half stokje eigenwijs. Dit was deze toer en we gaan nu naar de speciale steek. En de achterkant ziet er zo uit. En de voorkant ziet er zo uit.